je bent niet alleen ziek, maar het wordt ook heel zichtbaar. Want ook al voel je je ziek, zo hoef je er niet uit te zien en zo hoef je je ook niet gelijk te voelen. Als eerste wil ik gelijk even een geheim prijsgeven. Tiger is here. En dit is hoe het is geworden. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi lieve patatties, welkom bij deze nieuwe video. Vandaag gaan we het hebben over make-up. Voor de mensen die nieuw zijn op dit kanaal, mijn naam is René en ik heb borstkanker. En daardoor is ook mijn haar uitgevallen, zijn mijn wenkbrauwen en wimpers ook iets verminderd, maar mijn geluk is dat ze niet helemaal zijn uitgevallen. Nu heb ik bemerkt dat veel mensen die kanker hebben zich toch heel onzeker voelen. Je bent niet alleen ziek, maar het wordt ook heel zichtbaar. Hè? Je haar gaat eraf, misschien je wenkbrauwen, je wimpers. Dus ja, daar wil ik wat aan doen. Want ook al voel je je ziek, zo hoef je er niet uit te zien en zo hoef je je ook niet gelijk te voelen. Dus ik hoop jullie daar wat handvaten in te geven. Dit is natuurlijk niet alleen voor de mensen die ziek zijn, maar gewoon ook voor iedereen die zich wat beter wil voelen. Laten we vooropstellen, ik ben geen visagist, ik ben geen make-up artist. Maar dit is hoe ik mij altijd opmaak en wat voor mij werkt. En misschien hebben jullie er wat aan. Dit is wat ik allemaal ga gebruiken vandaag. Als eerste wil ik gelijk even een geheim prijs geven. Geen betaalde promotie, maar ik gun dit gewoon iedereen. Ik gebruikte dit al voordat ik ziek werd. En dat is Revita Lash. En dat is een serum voor mijn wimpers en nu tegenwoordig ook voor mijn wenkbrauwen. Dat zorgt ervoor dat, de wimpers langer blijven zitten. Waardoor ze gewoon veel voller worden en langer. Ik ben dit blijven gebruiken tijdens mijn ziekte. Wat even een leuk feitje is dat degene die dit heeft ontworpen, bedacht. Zijn vrouw had ook borstkanker. En die was zo verdrietig omdat ze die wimpers niet meer had en de wenkbrauwen. Dat hij dit heeft ontwikkeld. Ik weet niet of jullie het kunnen zien, maar ik heb nog wat van mijn wimpers. Dat zullen jullie dadelijk misschien nog beter kunnen zien. En mijn wenkbrauwen ook. Ik heb wel bemerkt dat als je nu wat haartjes weghaalt, dan komen ze gewoon voorlopig niet meer terug. Dus pas daar mee op voor de mensen die ook aan de chemo zitten. Wat je eigenlijk doet, ik ga het nu niet doen, want anders komt het in de knoei met mijn make-up. Maar je hebt dit, die doe je gewoon eigenlijk zo op het randje en aan de onderkant. En dan hebben we ook nog deze. En die is voor de wenkbrauwen. Als je daar voor het eerst mee begint, dan moet je het echt elke dag 6 weken doen. En op een gegeven moment zal je echt zien dat het goed blijft groeien. En ik ben er gewoon mee doorgegaan op dit moment. Nu weet ik dus niet of het hierdoor komt waardoor ik dit heb gehouden. Of dat ik gewoon heel veel geluk heb. Maar het is misschien toch de moeite waard voor jullie om te proberen. Ook voor de mensen die helemaal niet ziek zijn, maar gewoon wat kortere wimpertjes hebben en het graag wat langer willen hebben. Het werkt echt. En daarom wil ik dit met jullie delen. Revita Lash heet het. En misschien voor de mensen waarbij het al is uitgevallen en weer op de weg van genezing zijn, dat het weer allemaal een beetje begint te groeien. Misschien dat het dan voor je werkt. Wat ik altijd gebruik is een BB cream. En dat gebruik ik omdat daar het ook gelijk verzorging is. En ik zweer hierbij, want het is gewoon en verzorging. Het ziet er niet gelijk uit alsof je een pannenkoek hebt. Dus normaal gesproken, dan gebruikte ik dit ook wel eens gewoon als enige. Dus gewoon lekker als een laagje. Zie je toch alweer gelijk wat frisser uit. En alleen mascara. Dat kan natuurlijk ook, hè. Ik heb nu de anti-aging erbij gebruikt. Want aangezien ik in de overgang ben gebracht, denk ik, ja, alles gaat achteruit. Dus laat ik dit ook maar gelijk naar de leeftijd gebruiken. Ik doe het hierop. En dan begin ik dan gewoon in te smeren. En ik wrijf het altijd gewoon uit. Bij sommige make-up artiesten zie ik dat zij eigenlijk altijd al de oogschaduw en de ogen al helemaal doen voordat ze met de rest beginnen. Ik doe dat dus niet. Ik doe het ook namelijk gewoon hierboven op mijn oogleden. Ik neem alles mee. Want soms denk ik, nou, ik vind het eigenlijk wel genoeg en heb helemaal geen zin om de rest ook nog te doen. Vergeet je nek niet mee te nemen en het uit te wrijven. Dan ziet het er een beetje gek uit. En je kan het in verschillende huidskleuren kan je het kopen. Ik heb
gewoon de light versie. Ik neem ook de oren altijd een beetje mee. En ondertussen krijg ik een lekkere opvlieger. Ik weet niet wat jullie vinden, maar ik vind het er al gewoon een stuk gezonder uitzien. Mascara erop en dan kan je al klaar zijn. Maar nu ik kanker heb en dus aan de chemo ben, is mijn haar eraf gegaan. En ik had voorheen best wel lang haar. Maar wat mij nu is opgevallen, is dat doordat je haar eraf is, mensen veel meer moeten focussen op je gezicht. En ja, daardoor kijken ze echt naar jou. En daardoor vind ik het ook best wel tof dat je gewoon hier wat meer kan spreken. En eigenlijk het ja, afleidt van dat je kaal bent. Het kan ook gewoon heel stoer staan. Dus wat ik probeer te doen is, omarm dat hoofd. Tuurlijk kan je ook een hele mooie pruik opzetten. Maar ik loop heel erg veel, ook gewoon zonder pruik. Hoofd omhoog, rug recht en een toffe make-up. En je ziet dan dat mensen toch vaak denken van, is ze nou ziek? Of heeft ze dit gewoon als eigen keuze gedaan? En als je je er goed uitziet, ja, dan voel je je ook gewoon een stuk beter. Tuurlijk mag je die dagen ook hebben dat je denkt, pff, kijk het allemaal. Als je je gewoon echt beroerd voelt, vooral doen. De dagen dat je denkt, doe een make-upje op en dan voel je je vast al veel meer zelfverzekerd. Het volgende wat ik nu ga doen is shapen. Het volgende wat je kan doen is dat je ziet dat je hier toch wat meer, of ik nu, wat meer kringetjes heb. He, ik weet niet of jullie het weten, maar als je rode pukkeltjes hebt of iets, dan kan je er wat groenig make-up voor gebruiken, want dat camoufleert. Ik gebruik nu eventjes deze, een beetje groen-geel, en die doe ik gewoon met mijn vinger op. En dat wrijf ik dan ook uit. Het volgende wat ik ga gebruiken is een shaper om de contouren wat mooier te maken. Ik heb gemerkt dat door de chemo en de medicijnen je gewoon wat meer aankomt. En dat kan vocht zijn, maar ook gewoon niet. En dat is toch een beetje zonde, dus je wilt toch dat er wat mooiere lijnen in zitten. Nu heb ik al een beetje een rond hoofd van mezelf. En dat probeer ik dan toch wat meer geshaped te krijgen. Wat ik daarvoor gebruik is de groene stift en ik doe het zo. En dan zie je al de lijnen die je eigenlijk wil hebben, dus die gaan we volgen. Daarnaast wil ik mijn kaaklijn wat meer accentueren, dus ook daar doen we hem naar beneden. En ik volg gewoon helemaal mijn lijn die ik wil hebben. En dan doe ik hem hier. Zo. Aan de zijkant van de neus. En dan hebben we ook nog hier een putje. Die willen we ook hebben. En ik wil ook hier bij mijn hoofd even wat meer een lijn hebben. En dan gaan we daar ook allemaal uitdekken. Maar dit is de lijn die ik wil hebben. Ziet er heel mooi uit. Voor het schaduweffect. Ik doe dan ook altijd gelijk de andere kant erbij. En die doen we aan de onderkant van het oog. Even wat lichter. Over de neus. Overkant. Hier zo. En ik doe ook altijd schuif een beetje op mijn lip. En ik doe het ook aan de binnenkant. Bij mijn wang. Heb ik nu al nog? Ik geloof het wel. En voor de overgebleven stukjes doe ik altijd weer een wat donkere kleurtje die ik gewoon waar ik alles mee ga blenden. Dat doe ik gewoon met mijn vinger. En dan pak ik even de stukjes die ik nog niet heb gehad. Pak ook even mijn lippen mee. Sta ik mooi voor met de lipstift. Oké. Nou. Tiger is here. Dan gebruik ik dit om alles weg te deppen. En dan gebruik ik het puntje. En dan begin ik met de donkere lijnen. Die ik helemaal
uitdekken. Zodat het bijna niet meer opvalt. Dus we gaan de lijnen gewoon even langs. En dan gaan we heel lang zitten deppen. Als je dus wat meer van een onderkin hebt en je denkt, nou dat hoeft voor mij niet zo geaccentueerd te worden, dan doe je hem dus aan de onderkant het schaduweffect geven. Dan valt het net even wat minder op. Ja, ik persoonlijk vind het altijd wel prettig. Ja, ik doe dus wel de lijn, hè, hier zo boven, maar ik neem niet heel mijn hoofd mee. En waarom ik dat nu niet doe, is omdat ik het eigenlijk wel heel tof vind dat ik vanaf dat moment een soort van effect heb dat ik eigenlijk hier blond ben. Dat is gewoon zo gekomen. Dus daarom doe ik dat niet. Ik moet natuurlijk wel goed uitblenden. Maar dat is het effect wat ik wel erg grappig vind bij mezelf. En ik ben natuurlijk ook wel blond van mezelf. Maar dat stukje hoofdhuid heeft natuurlijk nooit zon gezien, jongens. Nou, dan ga ik verder met de lichtere stukken. En dat doe ik met de dikkere. Ik merk dat als ik wat dichterbij kom, dat de camera dan ineens wat donkerder wordt. Zo, en dan gaan we de rest ook erbij blenden. Dus we gaan gewoon verder met heel het gezicht. Je kan natuurlijk ook je nek meenemen. En dat alles een beetje zo gelijk is, of je borst. Probeer af en toe even goed in het licht te kijken en dat het allemaal mooi geblend is. Want dan soms denk je, oh, ik zie er goed uit. En dan kom je buiten en denk je, oké, dat is nog niet helemaal mooi. Maar zoals je al ziet, hoop ik, heb je wat contouren in je gezicht. Oké, wat ik... We gaan verder met de ogen. Soms laat ik het ook gewoon zo en doe ik dus alleen mascara. Maar ik vind het nu wel leuk om even wat oogschaduw erbij op te doen. Dit zijn de kleuren die ik ga gebruiken vandaag. Ik heb blauwe ogen, dus deze kleuren die kunnen ervoor zorgen dat mijn ogen nog wat meer eruit komen. Ik begin met de basis en dan doe ik met deze kleur. En dat doe ik dan eigenlijk gewoon helemaal eventjes over mijn hele oog. Gewoon lekker als basis. Dan kan je ook een beetje aan de onderkant doen. Kijk, we hebben gewoon een mooie basis. Mijn volgorde is om daarna gelijk eventjes naar de donkerste te gaan. Om de zijkanten te doen. En dan doe ik daarna naar binnen werken. Dus ik ga... deze gebruiken. Ik probeer van onder een lijntje te maken zo, zodat hij echt een beetje in een hoekje gaat. En dan gaan we door naar de arcadeboog, noemen ze dat volgens mij. Dus net dat bochtje zeg maar tussen je, ja, waar het hart is zeg maar, waar je bot zit en precies daaronder. En dan werk je hem vanuit daaruit naar binnen, dat je een mooi puntje maakt. Je kan het ook nog een beetje meenemen naar de onderkant van je oog. Zo. En dat doe ik ook met de andere kant. Het moeilijkste vind ik altijd om twee ogen gelijk te krijgen. Het randje mee en weer een beetje de binnenkant inkleuren. Stap 2. Vervolgens ga ik naar de middenkleur. Ik heb hier een foutje gemaakt, ging van die naar die. Naar de middenkant. Zo. En die doe ik in het midden. Dus tussen de twee kleuren in. En ook die kan je eventueel hier onder op dezelfde plek ook een beetje aantippen. De reden waarom de meeste make-up artists de ogen doen, is omdat de ogen eerst voordat ze de rest gaan doen. Omdat de poeder natuurlijk hierop kan vallen en dan kan het weer de rest verpesten. Dus hier nu ook een beetje gebeurd, maar ik gebruik dan altijd
gewoon een wattentipje droog. En dan kan ik het ook weer weghalen. En dan doe ik het erna weer. Ta-ta-ta. Niet nat maken, gewoon droog. En dat is dadelijk ook ideaal om overtollig mascara mee weg te halen. Zo. Toedeledokie. Oh, nu ziet het er zo uit. En ik pak dan eigenlijk weer even de allereerste. Dus deze kleur, mijn basiskleur. En dan ga ik eigenlijk alles een beetje zitten blenden. Ik haal alles een beetje over elkaar heen. Nogmaals, ik ben geen make-up artist. Het kan vast allemaal veel beter. Maar dit werkt redelijk voor mij. Oké. Okay. Voordat ik de allerlichtste kleur erop ga doen, ga ik mijn wenkbrauwen accentueren. En wat ik daarvoor gebruik is een handig toeltje. Eyebrow kit. En daar gebruik ik dit schabloontje voor. Ik probeer altijd een naturel te nemen. Nu heb ik het geluk dat mijn wenkbrauwen er nog goed is op zitten. Ik gebruik deze kleur om het wat donkerder te maken. En nog blijft het lastig om ze gelijk te krijgen. Maar ik voel gewoon de natuurlijke vorm van mijn wenkbrauwen. En dan leg ik hem er zo op. En deze gaat dus wel iets verder dan mijn eigen wenkbrauw. En ik probeer altijd te stoppen boven de binnenkant van mijn oog. Want ik vind het niet zo mooi als die echt helemaal doorloopt hier naartoe. Wat sommige mensen doen. Ik hou er persoonlijk niet van. Dus ik probeer dit aan te houden. En zo gelijk aan je oog. Zo en zo. Dus ik ga hem erop leggen. En dan ga ik hem inkleuren. De zijkanten. De buitenkant wat donkerder. En de binnenkant. En dat is altijd spannend. Hoe die eruit is gekomen. Nou, hier ben ik eigenlijk al content mee. Gaan we de andere kant doen. Zoals ik al zei, is altijd spannend om die gelijk te krijgen. Doe het dus niet klakkeloos, maar gewoon door erop plakken. Maar kijk ook even naar je andere oog. Loopt dat een beetje gelijk? En is de dikte hetzelfde? Op een of andere manier heb ik daar de laatste tijd wat meer moeite mee, dat de dikte niet helemaal gelijk is. Dus dat is ook mooi natuurlijk. Redelijk, maar zoals je ziet is die weer smaller dan die. Dat willen we niet hebben, dus dat ga ik dan proberen een beetje recht te trekken. De onderkant is vrijwel gelijk, maar dan leg ik hem gewoon net even ietsje hoger, zodat die net ietsje dikker wordt. Nou, dus die weer ietsje dikker. Nu deze kant, niet te dik, maar kijk gewoon naar wat je mooi vindt staan bij je gezicht. En je kan natuurlijk ook altijd eventjes weer met het wattentipje wat bijwerken. Ik ben hier wel tevreden mee, denk ik. Ik was vooral heel erg bang om mijn wimpers en mijn wenkbrauwen te verliezen. Omdat ik vind dat dat toch heel erg je gezicht maakt. En dan ben ik dus heel blij dat dat dus niet extreem gebeurd is. Maar ja, voor de mensen bij wie dat wel is, dan kan je natuurlijk met make-up best wel heel veel. En dat scheelt gewoon een hele hoop. En ja, dit nemen we dan voor lief. En je hebt ook pruiken. Dat is maar net wat je zelf prettig vindt. Wat ik nu ga doen, is even een hele lichte kleur pakken. Even. We gaan wat accenten aanbrengen aan de onderkant van de wenkbrauw. Mee en dan vooral in de bocht net even wat meer. En helemaal aan de binnenkant van je oog. Een beetje boven en een beetje boven.
wat je ook kan doen, is dit gelijk gebruiken voor je lip. Een beetje accent aan te brengen zo. En een veetje. Het volgende wat ik ga doen is een eyeliner aanbrengen. Ik probeer hem vrij dun te maken. Als je nou geen wenkbrauwen meer, of als je nou geen wimpers meer hebt, dan kan dit er toch voor zorgen dat het nog wat accent aanbrengt. Maar ook als je bijvoorbeeld af en toe net even een haartje mist. Dus ik probeer hem echt heel dun te doen. Ik trek mijn ogen een beetje recht. Even wat dichterbij komen, jongens, anders heb ik het zien. Ik heb nu een lijntje aangelegd boven mijn oog. En dan gaan we door met de mascara. Eigenlijk heb ik alweer nieuwe nodig, deze bij me op. Ik begin aan de onderkant. En ik doe dat echt een paar keer om de haartjes echt wel tot in de puntjes te laten spreken. Over het algemeen zit er altijd weer van alles onder bij mij. Dus dan gebruiken we gewoon weer het wattentipje. Maar ik vind dat mascara altijd al zoveel doet. Ja, ik had normaal gesproken dus echt nog wel veel meer wimper. Maar hey, ik ben hier echt wel heel blij mee. Ze zitten er gewoon nog en je kan er wel mee. Eventjes alles wat er boven is gekomen, valt mee. Even weer weggaan. En dan hebben we ook nog de blush. Wat is donker hier zeg. Nou, ik hoop dat jullie nog kunnen zien. Ik doe deze voor. En die accentueren we de jukbeenderen. Blush of die mooie shine die je dan ziet. En dan kan je ook nog mee op het puntje van je neus doen. En dan laat ik het nog een beetje met mijn hand uit. Nou, we zijn bijna klaar jongens. We gaan nog naar de lippenstift. Ik ga twee kleuren gebruiken. Een iets donkere en een wat lichtere, maar wel naturel. En de donkere die ga ik gebruiken om een soort van lijntje te zetten aan de buitenkant van mijn lippen. Zo dus. Je kan ook, sommige mensen gebruiken een potlood voor. Dit is voor mij net even wat dikker. En dan de lichtere kleur om het in te kleuren. Blend het weer wat meer. Zo, nou het make-upie zit erop. Dan vind ik het nog leuk om me even vol te hangen met wat sieraden. Ik heb net nieuwe oorbellen. Dus die hangen we er gelijk even in. We maken er gewoon wat leuks van. Zo, ik loop even naar buiten. Natuurlijk licht. En dit is oogjes geworden. Tadaa. Dit is het dus met kaal hoofd. Maar het leuke aan de mensen met een kaal hoofd, die kunnen er ook nog voor kiezen om een pruik op te zetten. Tadaa. Nou, ik heb even mijn pruik opgezet. Dit is een pruik van echt haarwerk. En dan moet ik eerlijk zeggen dat ik hem eigenlijk heel erg heb bewerkt nu. Ik had er allemaal krullen in gezet. Omdat mijn eigen haar was eigenlijk veel stugger en een beetje, ja, een beetje touwachtig. En deze pruik is echt heel mooi en strak. Dus dat, ja, dat is wel wat minder dan mijn eigen haar. Dus met echt haarpruik kan je dat gewoon zelf doen. En je voet kan gewoon lekker erheen gaan. Maar het is dus helemaal wat jij zelf wil. Dit ben ik nu met pruik. Maar het is helemaal wat jij zelf prettig vindt. En ik vind het dus ook helemaal oké om, ja, zonder pruik. Weer even af. Dit is trouwens de outfit die ik erbij aan heb.
Ik hoop dat jullie wat aan deze vlog hebben gehad. Vonden jullie het een leuke vlog? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren en het belletje aan te zetten om op de hoogte te blijven van mijn verhaal. En ik kan niet wachten op jullie reacties. Tot de volgende vlog. Ciao!